Het verbaast me dat ze het doet. Waarom? Ik snap niet waar ze zich mee bemoeit. Volgens de hoogleraar zijn artsen minder openhartig als een gesprek wordt opgenomen, omdat ze bang zijn dat hun uitspraken uit hun verband getrokken kunnen worden. Zelf heeft hij in tientallen jaren als chirurg nooit geweigerd als een patiënt een gesprek wilde opnemen. Maar het adviseren, dat doet hij niet. Het maakt dat de geneeskunde steeds meer protocolair wordt, volgens de regeltjes. Ik denk dat daarmee de geneeskunst wegvloeit. Het heeft te maken met vertrouwen. Kijk, ik word op mijn hoede als men wat ik ga zeggen opneemt. En her en der kan laten horen aan vrienden en vriendinnen. Misschien zelfs meeneemt op een partijtje om eens te laten horen wat die dokter er nou allemaal van vond. Dus je bent op je hoede.